Goedemiddag, dames en heren. Op Schiphol is vanmiddag een KLM-toestel neergestort. Het toestel, de KL-433, was op weg naar Cardiff, maar moest terugkeren waarschijnlijk wegens een motorstoring. Het toestel, een Saab, heeft een noodlanding proberen te maken, maar is daarbij naast de landingsbaan geraakt. Het toestel ligt volgens ooggetuigen zwaar beschadigd naast de landingsbaan. Volgens de eerste niet-officiële berichten zou er 1 dode zijn en een onbekend aantal gewonden. Een hulpteam van het Academisch Ziekenhuis Amsterdam is inmiddels op de plek van het ongeluk aangekomen. De Saab had 21 passagiers aan boord en 3 bemanningsleden. De KL-433, die een motorstoring had, probeerde vanmiddag tegen 3 uur een noodlanding te maken op de Kaagbaan oost van Schiphol. Het toestel is doorgeschoten en in het weiland verongelukt. De plaats van het ongeluk ligt vlakbij de A4, de snelweg tussen Amsterdam en Den Haag. De politie heeft een gedeelte van de A4 afgezet. Ook de Schiphol-tunnel is gesloten voor alle verkeer. Op de plaats van het ongeluk is onze verslaggever Gerry Eikhoff. Gerry, waar ben je precies en wat zie je? Ik sta hier op ongeveer 100 meter afstand van de plek van het ongeval. Wij staan op een provinciale weg naast een weiland. Op ongeveer 100 meter in dat weiland ligt het toestel, daaromheen verschillende hulpverleners. Toen wij hier 20 minuten geleden aankwamen, was men druk bezig met het evacueren van een aantal gewonden. Er zouden 23 mensen hebben ingezeten. En volgens ooggetuigen die in het toestel zelf zijn geweest, is iedereen gewond. Echt mensen die er ongeschonden af zijn gekomen, zijn er niet. We hebben wat mensen al zien afvoeren per ambulance. Of er ook dodelijke slachtoffers aan boord zijn, dat zou ik je op dit moment niet kunnen vertellen. Maar volgens zowel die ooggetuigen als politiemensen ziet het er slecht uit. Met andere woorden, zij verwachten dat een aantal van de mensen die er nu nog in zitten, zijn overleden of dodelijk gewond zijn. Is het wrak in brand gevlogen? Weet je daar iets van? Nee, daar ziet het niet naar uit. In elk geval, op dit moment brandt het niet. Wel, heel duidelijk kun je zien dat het, er zijn allerlei grote onderdelen afgevlogen en ernaast ligt heel duidelijk zichtbaar een motor die, denk ik, is afgebroken. Volgens de ooggetuigen is het vliegtuig op ongeveer 10 meter hoogte aankomen vliegen. Hing het scheef in de lucht. Het was duidelijk dat er iets mee mis was. En zij zagen al, dit gaat helemaal verkeerd aflopen. En inderdaad, een eind verderop is het dus in het weiland gecrashed. Zo'n Saab Fairchild is toch een klein toestel, nietwaar? Het is een betrekkelijk klein toestel, dat zeg ik, 23 inzittenden. En ik denk dat het daarmee wel volgezeten heeft. Dankjewel, Gerry. Nu aan de telefoon mevrouw Van der Goot, woordvoerder op Schiphol. Mevrouw Van der Goot, er is verwarring over het feit of het gaat om een mislukte landing of om het neerstorten van het toestel. Kunt u dat nog een keer herhalen, want ik heb het niet goed verstaan. Er is nog wat misverstand over het feit of het gaat om een mislukte landing of het neerstorten van dit toestel. Het toestel is tijdens de landing van de baan geraakt. En wij beschouwen dat als een landing die niet helemaal netjes is uitgevoerd. En weet u al iets over de oorzaak? Nee, daar kan ik nog geen enkele uitspraak over doen. Is al iets naders bekend over doden of gewonden? Volgens het AMC zou er 1 dode zijn? Dat is voor het AMC. Mij is op dit moment niets bekend. Ik weet wel dat er ongedeerden en gewonden zijn, maar de aantallen zijn mij niet bekend. U zei ongedeerden zijn er ook. Mensen die gewoon het toestel hebben kunnen verlaten. Voor zover mijn informatie gaat wel. Weet u iets over de nationaliteit van de inzittenden? Nee, geen enkel informatie daarover. Het was op weg naar Cardiff. We mogen aannemen dat het Britten en Nederlanders waren. Ik kan daar geen uitspraak over doen. De passagierslijst is in handen van de luchtvaartmaatschappij. En u zou die vraag even aan de KLM moeten stellen. Het ongeluk is vlak bij de snelweg Amsterdam-Den Haag gebeurd. Kunnen we dan zeggen dat we ontsnapt zijn aan een grotere ramp? Nou, voor zover mijn informatie gaat, ligt het toestel naast de baan aan de zijde van de Aalsmeerderweg. En dat is niet aan de zijde van de Rijksweg. Plus dat het toestel tijdens de landing van de baan is geraakt. Dus het was zo goed als geland op Schiphol. Dank u wel, mevrouw Van der Groot, voor de laatste informatie. Tot de dienst. En we besluiten deze journaaluitzending met het weer. Het weer blijft wisselend bewolkt en er vallen enkele buien, mogelijk met hagel en onweer. De middagtemperatuur wordt morgen ongeveer 9 graden. Komende nacht daalt de temperatuur tot 2 graden. Het volgende NOS-journaal is om 6 uur. Wij houden u op de hoogte. Ik wens u goedemiddag. Om ongeveer 4:30 ben ik er weer met Via Ria. Stel dat je als grootouder geen contact mag hebben met je kleinkinderen. Hoe ga je